Het is heel prettig in ieder geval dat het niet regent, want de afgelopen wandelingen hebben we niks anders dan regen gehad. En het is wel een verademing, ja. Geen wolkje te bekennen, slechts een verfrissend briesje en een graad of 22. Beter kan het haast niet voor de 1000 wandelaars. Goed zand, lekker weer. Wat willen we nog meer? Rond 7:30 vanmorgen verzamelen de eerste wandelaars zich. Na al die jaren is er nog steeds veel belangstelling voor de Strandzesdaagse. Deelnemers komen uit heel Nederland en zelfs daarbuiten. België, Duitsland, Engeland. Dat is een beetje zeg maar, de regio, maar uit heel Nederland. Groningen, Maastricht, tot van hier zo uit de Hoek van Holland tot Den Helder. Overal komen de wandelaars vandaan. Sjouwen met een tent en je slaapzak is niet nodig, want de bagage wordt door de organisatie elke dag naar de volgende camping gebracht. Alleen dus een lunchpakket en de zonnebrandcrème in de rugtas. Ik heb vanaf 30 december ongeveer getraind. Opbouw van 20 naar 30, ongeveer 40 kilometer een keer. Dus ik denk dat ik klaar voor ben. Mevrouw, u heeft de route goed doorgenomen, zie je? Ja. Nou, op zich is het simpel, want je moet het strand op en dan richting het noorden. En dan kom je er altijd. Dus, de zee links houden, dat wel. Dus dat is wel een hele goede tip van jou. Maar 6 dagen alleen maar over het strand lopen, wordt dat niet een beetje saai op een gegeven moment? Nee hoor, er is genoeg afwisseling, zeggen deze zussen. De golven zijn ook steeds weer anders, hè? Ja, en het geluid van de zee is ook heel mooi. Dat maakt je rustig. Zaterdagmiddag komen de deelnemers ongetwijfeld goed gebruind aan in Den Helder.